ben ook in Italië gezeten. Nou, toen werd het op een gegeven moment, ja, dan krijg je salaris uitbetaald na 3 maanden, is prima. Weet je, dat was allemaal duidelijk. Maar ja, toen kwam corona en toen werd het wat langer. Dus ik, dat is prima. En dan, 5 maanden, ik zei, het is goed, wij kunnen er nog wel. Maar ja, op een gegeven moment ging ik nog aan de deur kloppen. Zei ik van ja, maar we hebben ook mannen in de staf, fysio's, materiaalmannen, dat soort dingen. Ja. Die hebben ook een hypotheek in kinderen thuis. Die kunnen niet om de 5 maanden betaald worden. Dus dat moet echt nu gebeuren. Betaal hun maar, laat ons dan maar. We krijgen het wel, maar dat krijgen we ook. Maar laat dan maar even zitten. Elke week rijden wij, Freesia Cousinho Arias en Milan van Dongen, in ons busje het land door. Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal. We praten met ze over wat er op het veld gebeurt, maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Freesia en Milan parkeren de bus. Ik vind het wel leuk dat in die promo en in onze leader zit ik gewoon achter het stuurstandaard. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat is helemaal niet feministisch, hè? Nee. Nee. Want eerlijk, wie heeft vaker bij de ander in de auto gezeten? Ik heb vaker bij jou gezeten. Precies. Maar daarom ben ik ook zo blij dat het nu andersom is. Andere bus. Kijk, die moet ook hierheen. Ja, die moet hierheen. Kom uit. Wacht, maar wij hebben toch voorrang? Wacht. Nee, serieus. Wij hebben voorrang. Zo, hoppakee. Hier, dit gaat helemaal prima. Hoeveel schadevrije jaren heb jij? Ik denk wel 10. Ik heb bijna nog nooit schade gereden. Oh, precies. Dus die van die nieuwe leaseauto, die velgen, dat heb je niet als schade opgegeven? Nee, dat telt niet. Want hoe lang had je auto toen je velgen een beetje kapot reed? Ik denk 37 minuten. Nou, we hebben het nu al langer volgehouden. Ja, dus dat gaat hartstikke goed. Nou, we zijn bij de Goffert. Ja, maar ga je hem hier parkeren? Ja, dat mocht. Ik voorspel je nu al. Jij parkeert hem nu hier. Hier is geen enkel paaltje, helemaal niks te bekennen om tegenaan te rijden. En jij gaat mij laten parkeren hartstikke als soepel. Als het lastig parkeren is. Ja. Zo ben jij. Zo zijn wij. Ja. Ja. Maar nou, ik heb je veilig hierheen gebracht, hoor. Ja, dat klopt. Ja. Dus elke dinsdag gaan we de bus parkeren? Ja. Oké. Okay. Jij of ik parkeer de bus? Ja. Ja. We parkeren hem samen. Ja, en dan hebben we een leuke gast uit de voetballerij. En we hebben er één deze week. En we hebben er zeker een. En een slachtoffer kunnen vinden. Goh, nou, we hebben wel een goeie. Ja. Naar u? Oh, toch wel? Ja, toch wel. Gentlemen, hoor ik. Zo. Moment van de week. Waarom zitten we in godsnaam binnen in een bus, terwijl we ook hier buiten lekker in het bos kunnen zitten? Ja, maar omdat we dit het hele jaar gaan doen. Oh, ja. Als het straks vriest, dan ga ik zeker niet buiten zitten. Dat is het format, hè? Ja. Het format is altijd heel belangrijk. Ja. Heb ik geleerd. Is wel zo, ja. Denk je dat wij het eigenlijk een beetje kunnen, een podcast maken? Ik denk dat wij wel een podcast kunnen maken, maar ik ben heel benieuwd of wij goed kunnen samenwerken. Ja, dat hebben we nog nooit gedaan. Nee, nou ja, wel eens tussendoor voor een commercial of zo. Ja, oké. Okay. Maar ik beschouw jij wel als een vriendin van me. Ja, ik beschouw je ook als een vriend. Ja? Oh, gelukkig, gelukkig. Ja. Maar of wij kunnen samenwerken, ik heb werkelijk geen idee. Nee, jij hebt wel wat eigenschappen die ik wel vervelend vind. Zoals? Ik vind je heel eigenwijs. Bedweterig vind ik je eigenlijk wel. Ja, maar dat ben ik zelf ook. Ja, nou, dank je. Ja. Nee, jij bent nog erger. Nee. En heel opvliegerig. Heel snel geïrriteerd. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee? Kijk, jij haalt zo in iets. Ik kan bijvoorbeeld van mijn broer verlies vind ik het allerergst. En daarna kom jij, denk ik. Ja? Ja. Ik weet niet, jij hebt daarin iets wat ik gewoon vervelend vind. Ja, maar je verliest ook niet zo vaak met hoeveel 0 was het met FIFA? Nee, dit is helemaal niet gebeurd. Gelukkig komt het niet vaak voor dat ik van jou verlies. Nee, ik was hier niet bij. Maar hoe was jouw week? Mijn week of was zomer? Of ik heb je best lang niet gezien. Nee, week doen we, hè? Week. Oh, week. We moeten ons aan het format houden. Oh ja, dat is het format. Ja. Mijn week was eigenlijk wel chill. Ik was nog even vrij. Ik heb het EK van de vrouwen gedaan. Dus ik had wel een drukke zomer eigenlijk gehad. En dus ik was lekker vrij nog. Ik ben dinsdag naar België gegaan met vrienden. Want in Leuven speelde Union Sint-Gilles. Of Saint-Gilles. Ja. En die speelde voor de kwalificatie van de Champions League tegen Rangers. En ik was met vrienden, dus het is ook dan wel leuk om als ik vrij ben ook naar een voetbalwedstrijdje te gaan. Maar ze speelden in Leuven, want zij mogen niet in hun eigen stadion spelen, want dat is dat monumentale ding. En hartstikke mooi voor de voetbalromanticus, maar daar, dat keurt de UEFA of de... Ik hoor het al, jij bent geen voetbalromanticus. Jawel, maar je wil ook wel gewoon... Je moet wel wifi in het stadion hebben. Ja, of gewoon een normaal toilet. Dat is ook wel fijn. Of gewoon, toch wel. Of gewoon een beetje een stoeltje. Niet een beton dingetje om op te zitten. Ah, man, dat is toch mooi? Uiteindelijk stonden wij ergens in een rij. Best wel lange rij.
En dat klinkt een beetje kapsonisch, maar ik ben natuurlijk gewend dat je bij een stadion gewoon naar binnen loopt, bij de media-ingang of zoiets. Dus... Ga je nou klagen dat je in de rij moest staan? Nee, dat was niet erg. Maar ik vond logistiek was niet heel duidelijk waar we nou moesten zijn. Nou, ja, uiteindelijk je was in België, al verkeerde. Ja, precies. Een beetje. Ja, mag niet zo generaliserend. Sorry. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, dat moet een nette dus podcast opletten. Worden. Ja, precies. Okay. Ja, okay. Ja. Dus nou, wij stonden in de rij, staan we eindelijk vooraan. Komt er zo'n gast naar mij toe en die zegt: jij mag als vrouw niet in deze rij staan. Dus ik kijk hem zo aan. Ik zeg, waarom mag ik niet in deze rij staan? Ik zeg, ik heb gewoon een kaartje. Ik ga naar deze wedstrijd. Ja, je moet helemaal aan de andere kant. Is nog een rij voor vrouwen. Daar moet jij in de rij staan. Dus ik was met 3 gasten als vrienden. 3 jongens. Dus die zeiden ook, ja, dan moet je dat aan het begin van de rij moet je dat zeggen. Want nu stond ik al helemaal vooraan. Nou, was dus omdat je gefouilleerd moest worden. Dus ik zei, ja, ik vind het niet erg als die man mij fouilleert. Mm-hmm. Nee, dat was niet de bedoeling. Uiteindelijk... haalden ze nog een agent bij die daar ook vooraan zat. Toen dacht ik, ja, dit is alweer veel te veel gedoe voor wat het probleem is. Nou, mocht ik uiteindelijk via de voorkant helemaal naar de vrouwenrij toe. En daar werd ik gefouilleerd, maar niet 1 keer, maar echt, ik werd 3 keer gefouilleerd. Terecht. Ik zou je ook niet vertrouwen. Want ze dachten dus dat ik iets mee wilde sjoemelen, dat ik daarom dus veel in de verdacht. Mannenrij was gaan staan. Terecht. Dus niet alleen die vrouwelijke beveiliger ging mij fouilleren, maar er waren dus ook nog 2 agenten meegelopen die erop waren geattendeerd dat wij stampij aan het maken waren. En toen moest ik me ook nog gaan verantwoorden waarom ik geen tas bij me had, waarom ik niks bij me had. Ik had geen jas mee, het was gewoon hartstikke lekker weer. Ik had een shirtje aan, een broek aan en mijn telefoon mee en dat was het. En ik hoefde nog net niet een hokje mee in. Ik moest nog net niet mijn broek uitdrukken. En ja, dat was je niet gewend. In Nederland gaan altijd alle deuren open voor Freesia Cousine Arias. In Nederland is het oprecht beter geregeld. Dus het was enorm veel gedoe. Uiteindelijk waren we gewoon binnen. Maar ik werd echt heel raar aangekeken. En ik ben dus door 3 mensen gefouilleerd. Dat vond ik erg overdreven. Je ziet er fit uit? Ik? Ja, ik heb alleen maar Instagram, gay pride dit, dat feest daar. Ja, maar je hebt tegenwoordig ook prima 0.0 biertjes. Dus ik was helemaal fris en fruitig. Ja, wij maar werken dat hele weekend, maar goed. Ik heb de hele maand jullie gewerkt, hè? Ja, dat is waar. Ja. Het vrouwenvoetbal, heel goed. Heel en goed. Jouw week? Ik deed vorige week de Johan Cruijffschaal. En toen was er dus een primeur bij ESPN dat wij de wedstrijd op TikTok gingen uitzenden. Ik heb het meegekregen, ja. Ja. Nou is het sowieso, vind ik het een heel raar idee. Want je gaat op een verticaal scherm ga je een wedstrijd kijken. Waarom? Je kan die bal toch helemaal niet volgen? Maar goed, ik ben sowieso een oude ziel wat betreft social media. Dus ik snap niet dat je dat dan gaat kijken. Maar goed, we hadden best wel veel kijkers. Echt een heel groot succes. Dus ik zal wel gek zijn. Maar toen ging ik dus even de TikTok-app installeren. Want dat heb ik niet. Ik heb Twitter en Instagram en Facebook. Maar TikTok heb ik niet. Toen was je daarna verdwaald op TikTok. Nou, even serieus. Wat is dat voor wereld? Ja, het is gewoon snel en vlug. En, ja, maar maar wat heb je, want kijk, ja, ik wist ook, ten eerste wist ik niet hoe het werkte. Ja, kijk, uiteindelijk is het een beetje op je algoritme en zo. En dan selecteert hij gewoon dingen die hij leuk vindt. En laat hij gewoon filmpjes zien die je leuk vindt. Maar wat een leegheid. Als je nog geen algoritme hebt. Wat een onvoorstelbare leegheid is dit. Ja, maar dat is maar net, dat ligt aan jouw algoritme. Ja, nou goed, ik heb er niet te lang op gezeten. Maar dan denk ik, poeh, dit is allemaal wel heftig. Dat heeft jou de hele week bezig gehouden, TikTok. Nou, dat hield mij wel bezig. Zeker omdat ik... Toen was ik ook nog bij FC Afkikken te gast. En die zeiden, ja, wij doen het echt zo goed op met die luistercijfers, met die podcast. Ik zei, hoe komt het nou? Want hiervoor was het wel goed, maar niet fantastisch. En nu was het echt heel goed. Ja, TikTok, hè. We zitten alleen maar op TikTok. En al die broers van Afkikken, die komt ook bij een stadion. En dan moet hij met alle kinderen op de foto, want hij is populair van TikTok. En dan denk ik echt, ja, jemig. Wij zullen waarschijnlijk met deze podcast ook op TikTok moeten om het aan te jagen. Ja, nou, anders kijk, gaat er niemand luisteren. Als jij er zo stress van krijgt, dan weet ik niet of we dat moeten doen. Ja, maar ik vind het gewoon heftig. En ook weet je wel, met alles wat je hoort over social media en dat mensen te veel fake news daarop meekrijgen. En als je dan ook nog ziet dat TikTok ook in algoritmes en bubbels denkt, dan maak ik me wel zorgen. Maar ik ben sowieso, zoals jij weet, nogal ongemakkelijk met social media. En ik probeer mee te doen in de Instagram-hype en mee te gaan met de snelle wereld. Jij bent gewoon een oude ziel. Ik ben een oude ziel en ik probeer dan ook eens wat te posten op Instagram. En dan af en toe krijg ik dan wat likes. En dan hoop en denk ik maar dat ik het goed doe. Kijk, sport is niet gemaakt voor staand. Dat is ook zo. Nee. Maar ja, je moet het zo zien dat... wat je op TikTok laat zien is dan net anders dan weer op tv. En het gaat ook niet ten koste van de kijkers op tv. Die kijken wel op tv. Dus het is niet zo dat we straks overgaan en dat de hele wereld wordt overgenomen door TikTok. Dat is niet zo. Nee. Maar je moet ook de jongere generatie verliefd laten worden op ESPN. Ja, nou heel goed.
Ja, ik word er wel vrolijk van als ik jou dan op Instagram met Mario Been en dat jullie elkaar knuffelen. Ja. Ja. Was het in scène gezet of was het echt? Wat denk je? Nou, ik hoop dat het echt was. Ja, we knuffelden elkaar even voor de Insta-story. We hadden daarvoor natuurlijk al innig geknuffeld. Ja, dit was een snap. Ja, maar we zagen elkaar al bij het eten. Ja, maar waarom ga je dan voor Instagram dan weer opnieuw knuffelen? Omdat me dat werd gevraagd, Milan van Dongen. Ja, dat was dus, ik dacht echt dat het echt was. Ja, nou ja, ik kan dus ook nog actrice worden. Ja, en Mario je. Ook. Zie je. Maar je hebt ons gezien alles in de commercial. Op Instagram. We krijgen niet voor niks steeds de lead in die commercial, Mario en ik. Nee, nee. Ik was blij dat ik bij Gods gratie ook nog een klein rolletje in de commercial mocht krijgen. Maar ja, jullie zijn wel de twee acteersterren. Nee, ja. Nee, nou ja, kijk. Nou, heel eerlijk, Joost is natuurlijk de beste. Mario kan oprecht echt wel goed acteren. Dat kan ja. Hij echt. Ja. Ja. Hij kan het echt. Ja, hij vindt het Joost ook nog leuk. Kan goed zingen. Joost kan heel goed presenteren. Ja, die kan heel goed presenteren. Maar goed, nee, ja, oké, okay, zelfs dat was nep. Nou ja, goed, dan weten we dat ook weer. Je had niet zoveel geluk met je wedstrijden. Nee, ik had... Ik dacht op een gegeven moment dat het aan mij lag. Ik had Heerenveen Sparta. Ik dacht, ah, lekker, gaan weer beginnen. Nou, het leek echt helemaal nergens op. Dus ja, net zo goed eigenlijk thuis kunnen blijven. Ja, nou, je krijgt wat je verdient. Ik had Fortuna Ajax. Dat was echt helemaal top. Ja, ik ben echt blij voor je. Ja. Ik had nog wel één hoogtepunt. Dat was echt schitterend. Dat waren Kiki Moussampa te gast. Ja. En wij vielen met onze neus in de boter. Want zijn broer is de zaakwaarnemer van Sangaré. En een half uur voor de uitzending werd bekend dat Sangaré zijn contract verlengde. Dus dat was wel echt een beetje geluk. Maar dat was hartstikke tof. Dus ik vraag aan Moussampa van, nou, hoe zit dat met Sangaré en zo? Gefeliciteerd. Ja, toen zei hij, ja, er waren wel wat clubs die hem wilden hebben. Dus ik denk, ja, ik ga echt niet vragen welke clubs. Want ja, hij gaat toch geen antwoord geven. Maar ja, Hans is natuurlijk nieuwsjager. Dus die deed dat top. Die zei welke clubs. En Kiki ging ook nog zeggen dat het Southampton en Everton waren. Southampton verkeerde club, niet. Verkeerde club. Dus ik zat te denken, oh, zal ze... En toen vroeg ik nog of die clausule eruit was van 37 miljoen. Toen zei hij, ja, die clausule is eruit. Dus ik denk, hoe zal ze broer nou hier naar zitten te kijken. Ja. Dus Kiki maakt alles gewoon bekend. Ja. Ja. Dus, maar wij zeiden al de tijd, laten we je broer nou even bellen. Maar die lag nog op één oor in Parijs. Die was nog dronken van de champagne. Maar uiteindelijk kregen we zijn broer in de uitzending. Ja, die was zo mogelijk nog opener. Ja, dat was echt top. En die zei, ja, de clausule is eruit deze periode. En maar de volgende vind je het goed als... En het was niet Southampton, het was Crystal Palace. En, ja, vind je dat goed als ze zo open zijn? Ja man, dat is toch heerlijk. Ja, ja, ik vind het ook mooi, maar ik weet niet. Ik denk dat er ook al mensen zijn die zoiets hebben van ja, een zaakwaarnemer hoort. Ja, maar gewoon doen we allemaal niet zo moeilijk. Het is maar voetbal. En, Ja, maar ik vind ja, ergens wel dat het bij de speler ligt, toch? Wat iemand bekend wil maken, of niet? Ja, ach. Ja, ik vond het gewoon een leuke ontwapenend, vond ik het. Ja, nee, zeker. Zeker. Ja. Ja. Zeker. Mijn hoogtepunt deze week was wel... Ik ben ten huwelijk gevraagd. Ja, even serieus. Ja, ja, nee, niet door mijn eigen partner, maar ik was dus op Gay Pride. Ik heb deze ring, die zo half om mijn vinger zit. Voor de podcast en die blijft, het is een ja, die zit halverwege mijn vinger. Zit. Op mijn knokkel. Nee, hij zit echt goed vast. Okay. En nou, wij waren aan het dansen en hij deed iets te wild en toen vloog mijn ring dus af. Maar, dus ik schrok, want ik heb deze echt al super lang. Maar hij ving gelukkig nog die ring. Ving hij, dus ik keek hem echt zo aan van, heb je hem? Dus hij keek me zo aan van, ik heb hem. Maar hij was al half gebukt. Dus toen keek hij zeg maar omhoog met die ring. Toen dacht hij, oh, dat is eigenlijk best wel een grappig moment. Dus ja, hij draaide zich gewoon zo. Maar precies op dat moment liep er een groep vrouwen voorbij. En die hadden volgens mij een vrijgezellen. Want ze hadden allemaal hetzelfde aan. En eentje zag er belachelijk uit. Ja, maar dan dus heeft dat iedereen op de Gay Pride een vrijgezellen. Nee, nee, dit was echt een vrijgezellen. Okay. Dus zij liepen voorbij, maar zij zagen dit... tafereel. Zij dacht dus dat ik ten huwelijk werd gevraagd. Oh nee. En zij reageerde dus heel heftig op van, oh my god. Terwijl... Ja, ze staat helemaal in huwelijksvibe natuurlijk. Dus toen keek opeens die hele straat keek naar ons. En iedereen viel stil. En hoe meer ik dacht van, oh shit, iedereen denkt dat dit echt is. Dus ik dook een soort van zo half in zijn borstkas van, ik schaam me kapot. Dit is helemaal niet zo. Maar toen dachten mensen dus dat ik emotioneel was. Oh nee. Dus toen werd het nog erger. Ja. Dus ja, ik ben ten huwelijk gevraagd. Ja. En? Nou ja, toen ging ik hem daarna dus knuffelen. Toen ging iedereen juichen. Maar ja, het is gewoon een vriend van me. We gaan niet trouwen. Nee, maar je hebt het niet meer geprobeerd om het voor iedereen te... Nee, ja, dat is ook moeilijk. Weet je, iedereen heeft een bakkie op. Er staat keihard muziek aan. Dus we hebben daarna vriendelijk naar iedereen gezwaaid. En ja, nog wat felicitaties voor de verloving in ontvangst genomen. Uitstekend. En ik heb mijn ring nog. Ja, klasse. Dus dat is fijn. Klasse. We zien iedereen hier voorbij lopen trouwens in de Goffert. Jasper Sillis heb ik al gezien. Ted van Leeuwen kwam net voorbij. Ik denk tijd is, hè?
Ik denk dat het tijd is. Ja. Ja. Het is wel een... het is wel echt een goede gast, Lasse Schöne. Het is een goede gast, ja. Ik vind dat we eigenlijk iets slechts moeten ontdekken. Ja, maar het is moeilijk hoor. Ja, het is heel moeilijk. Ik heb nog wat mensen gebeld. Ja? Het is niet te doen. Nee, ja, echt niet te doen. We gaan proberen. Lasse, kom er maar in, zou ik zeggen. Vandaag parkeren we de bus bij een echte Nederdeen. 20 jaar geleden verhuisde hij naar Friesland, maar van het weer daar lijkt hij nog steeds niet te genieten. Zo'n zondagmiddagwedstrijd met zon is het nog wel oké, maar zo'n avondwedstrijd met een beetje regen, nee, dat is echt helemaal niks. Toch is hij allesbehalve een mooi weervoetballer. Vaak genoeg scoorde hij in de stromende regen. Nederlands voetbal zit hem dan ook als gegoten. Lasse Schöne is een geweldige voetballer. Hij is zo intelligent en daar heb ik altijd zo van genoten. In de Johan Cruijff Arena kreeg de middenvelder een staande ovatie bij zijn terugkeer. Een Ajax-borstbeeld drukte Overmars hem in de armen. Voor 7 jaar Amsterdamse trouw. Nou, die gaat wel een mooi plaatje krijgen thuis. Ja. Maar waar, dat bepaalde de vrouw. Jong veroverde hij een vriezinnenhart. Maar als zij dacht dat een terugkeer naar Nijmegen betekende dat er vroeg vakantieplannen gemaakt konden worden, kwam ze bedrogen uit in eerste instantie. Zolang er nog Europees kan gaan spelen, dan boek ik geen vakantie. 387 wedstrijden speelde de Deen al in de Eredivisie. En toch weten de presentatoren nog niet alles van de NEC'er. En zitten ze er soms lelijk naast. Jij met een kopduel van Tadic. Die is 12 centimeter groter dan jij. Je klinkt verbaasd. En ook in deze podcast zal hij je verbazen. Want wat doet Lasse Schöne nou eenmaal op zijn tijd? Aan de roep uit Nijmegen gaf hij gehoor. En het klonk veelbelovend bij zijn presentatie vorig seizoen. Want... Ik voel me goed, ik voel me fit en ik kan nog jaren door. Kijk, er is hij. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag binnenkomen? Ja, je mag binnenkomen. Kom maar, ja, ik heb een beetje lange benen. Ja, ik zei nog, het is beetje eigenlijk lange benen. Dat Milan aan die kant zit met zijn langere beentjes. Ja, maar ik ben niet zo groot. Nee, dat scheelt. Gezellig, hè? Je bent onze eerste gast. Ja, dat begreep ik al. Ja. Ja, qua voetbal ben je wel een romanticus. Terug naar je oude club Heerenveen, terug naar je oude club NEC. Ja, wel een beetje. Ja. Wel een romantische jongen. Buiten het veld ook? Maar... Kan beter als we het kan beter, haar moet je niet vragen. Nee, dat klopt. Ik, je hebt natuurlijk een bepaald gevoel bij clubs. En ik heb natuurlijk hier ook 4 jaar gevoetbald en... En toen heb ik ook een fijne tijd gehad. En toen dat hele gebeurde hier met de promoveren. En daar heb ik vaak nog genoeg over gehad. Maar dat, het leeft enorm. Het hele project wat ze hier wilden beginnen. En dat sprak me heel erg aan. Ja, want ze zijn met Cillessen nu wel. Cillessen erbij ook wel goed bezig. Ja, maar dat zijn ze ook. En vorig jaar natuurlijk ook. En dit jaar willen ze weer doorpakken. En... Het is gewoon een fijne, het is een warme club. En toen ik hier rondliep weer na 10 jaar, allemaal dezelfde mensen op kantoor. En ja, dat vind ik wel gezellig, mensen een praatje maken. En, lekker de lounge van Boekhorn in. Ja, na de wedstrijd, ja, dat zeker. Dat is traditie, hè? Ja, ik ga altijd wel even boven even een biertje drinken, ja. Ja, ja. En dan heeft hij eigenlijk een beetje verstand van voetbal? Jawel, dat heeft hij wel. Dat heeft hij wel. Hij gaat ze niet te veel mee bemoeien, maar dat zeg ik ook. Daar heb ik niet genoeg verstand voor. Dat laat ik aan andere mensen toe. Maar nee, hij is natuurlijk gewoon een enorme fan. Ja. En dat ga ik altijd wel even gezellig. Vind ik wel even gezellig. Ja. Voor hij heeft ook wel humor. Ik was vorig jaar ook een keer in die lounge. Hij heeft zeker humor. En toen was er iemand die zijn pinpas wilde pakken. En toen barstte hij echt in tranen uit. Zei, ja. Jij zou de eerste zijn die hier een rondje geeft in deze box. Ja, dat mag je echt niet. Nee. Dat mag je echt niet. Nee, maar dat is het. Maar het is ook een warme man. Weet je. Hij wil iedereen gezellig geven. Ja. En zijn box is ook altijd stampvol. En zo iemand is het ook. Het is, hij zit er niet alleen op. Hij deelt graag. Hij maakt mooie reisjes met zijn familie of zijn vrienden. En zo iemand is het wel. Ja. En zoals ik zeg, we zijn natuurlijk ook ontzettend dankbaar wat hij allemaal voor de club doet. Zeker. Dat, zonder hem was dit allemaal niet mogelijk. Dus ik vind het wel even gezellig naar de wedstrijden. Heb je veel vrienden in de voetballerij? Veel niet. Nee. Hoeveel? Of noem je ze allemaal collega's? Nou, de meeste zijn collega's natuurlijk. En natuurlijk, je maakt wel wat vrienden door de carrière heen. En misschien als je samen in een team zit, dan ben je goede collega's. De volgende jaar is het weer heel anders. En dan spreken we elkaar af en toe, maar niet zo vaak als je toen in hetzelfde team zat. Nou, we denken dat we er misschien één hebben gevonden. Maar ja, je moet zelf maar zeggen of het... Eén hebben gevonden? Ja. Ja, we gaan hem even bellen. Oh jee. Kijk of je zijn stem herkent. Dat jij zegt dat het één... Oké. Ja, het was een beetje een strikvraag, maar kijk of je... Hallo.
Hallo, met wie spreken we? Met Kostas. Oh, hey Kossie. Grote vriend. Hoe is het? Ja, goed. Ja, we hebben beter tijden gekend, maar het gaat goed. Hey, maar Kostas, we vroegen net aan Lasse van, heb jij vrienden in de voetballerij? Ja. Wat denk je dat hij zei? Ja. Nee, hij zei dus eigenlijk niet. Ja. Moet je niet geloven, Kossie. Moet je niet geloven. Hij is een beetje bescheiden, hè? Ja. Ja. Hij is wel een vriend van jou, toch? Denk ik. Kijk, ik weet niet als ik zijn vriend ben, maar hij is zeker mijn vriend. Oh, wat ben je toch een goede jongen, Kostas? Ja, Lasse is een topper. Ja? Ja, zeker. Maar we willen eigenlijk wel, want eigenlijk is het altijd zo dat iedereen alleen maar vol lof over Lasse praat. Maar wat is nou echt de vervelende eigenschap van hem? Dat hij perfectionist is. Ja, maar dat is niet eens echt een slechte eigenschap. En dat hij altijd goed uitziet. Ja, dat is wel vervelend. Dat is heel vervelend. Goed. Ja, vervelend goed, zeg maar. Ja, hij is gewoon iemand met een hele mooie carrière, maar tegelijkertijd blijft hij zichzelf. En dat is gewoon super belangrijk. Ja. Hij was ook op je huwelijk, althans op het huwelijksfeest natuurlijk, want je was al eerder getrouwd. Gedraagt hij zich dan ook netjes of viel dat tegen? Ja, hij was heel netjes. Ik denk, hij was heel netjes, alleen die kleine van hem was minder netjes, want hij begon met borden te gooien. Serieus? Ja, maar dat hoort toch? Orthodox. Dat hoort toch? Ja, dat hoort erbij. Ja, dat weet ik. Ik vond het mooi, ja. We hadden iets afgesproken met Lasse, maar dat was mooi om te zien. En dan zie je ook de andere kant van Lasse, dat er gewoon... gewoon ontspannen is, lekker drankje kan doen en van het moment genieten. En ik was super blij dat hij met zijn familie erbij was, zeg maar. Ja, want ik had het er met Freesje over toen we hierheen reden. Lasse is een beetje Mr. Perfect. Er is werkelijk niks eigenlijk te vinden waarop je zou zeggen, nou, dat vind ik wel een beetje vervelend aan hem. Ja, we hebben ons best gedaan, maar het is echt niet te vinden. Nee, het is echt, dat zei ik, het is gewoon heel lastig. Genoeg. hij is gewoon echt een goed mens. Niet buiten voetballerij, zeg maar, buiten zijn kwaliteit is gewoon goed mensen. Dat vind ik geweldig. Ja. Voor jou niet de leukste week? Nee. Niet zo leuk nieuws gehad bij de club, dat je tweede keeper bent. Hoe lastig is het om de knop om te zetten wat dat betreft? Ja, hij is gewoon heel lastig. Ik moet eerlijk zeggen, het is ook heel moeilijk te accepteren. Ik zag het niet aankomen. En afgelopen weekend waren we vrij, dus ik heb het gewoon een beetje kunnen verwerken. Vandaag goed getraind. Alleen met vlagen krijg ik het gewoon moeilijk. Ik kan het gewoon heel moeilijk accepteren dat ik gewoon bij KKD-club op de bank zit. Dat ben ik ook niet gewend, eerlijk gezegd. En ik hoop dat snel verandering gaat komen, want ik weet niet hoe lang ik dat vol kan houden. Maar in ieder geval ga ik gewoon keihard trainen voor mezelf. En, ik moet fit blijven en scherp blijven en we zien het wel. Yes. Ja, nou ja, misschien bij NSC tweede keeper worden dan maar. Wij hebben Kostje er graag bij. Ja, dat is wel wat beter. Ja, dat is dan wel wat beter. Dan zie je die Lasse tenminste nog eens een keer. Precies. Ja, precies. Kunnen we lekker komt goed, Kostje. Ik geef het er nog 2 weken, sta je erin. Thanks voor je tijd, hè. Geen dank. Dankjewel, maat. Yo. Dankjewel, jongen. Ik betaal je later. Jullie kennen elkaar natuurlijk van Ajax. Als jij nou, zijn dat dan je mooiste herinneringen, dat legendarische Champions League seizoen bij Ajax, uit je carrière? Ja, dat denk ik wel. Ik heb gelukkig wat wel mooie momenten mogen meemaken, maar dat hele jaar was wel fantastisch. Ja. Je hebt natuurlijk altijd, weet je debuut in deze elftal, dat soort dingen zijn mooie herinneringen, maar dat hele jaar was wel heel bijzonder. Ja. Ja, los van Kostas, met wie had je de beste band uit het team? Je staat natuurlijk ook met 2 Denen, kon ik natuurlijk goed mee, Dolberg en Christensen. En ik kon heel goed met Hakim. Ik zat naast hem in de kleedkamer en die kon ik ook erg goed mee. Ja. Maar eigenlijk met iedereen. Ik ben niet zo, zo heel moeilijk. Nee, Hakim is natuurlijk een jongen waarvan veel mensen het moeilijk vinden om hem te doorgronden. Mm-hmm. Wat maakte het dat je voor jou met hem zo goed kon? Nou ja, omdat hij... Het is een hele eerlijke jongen, het is een hele grappige jongen. Hij is gewoon heel fijn. En kijk, wat hij laat niet achter zijn tong zien aan de media. En dat is een goed recht. En dan soms wordt hij dan neergezet als iets wat hij niet is. Maar ik begrijp hem wel. Je kijkt hoe hij is daar. Of privé en op de club. Ja, dat zijn 2 verschillende personen. Of 2 verschillende personen. Maar hij wil dat gewoon niet laten zien. Dat is een goed recht. Maar het is gewoon een goede jongen. En ik,
ja, niet alleen dat hij een goede voetballer is, maar ik had veel plezier met hem. Ja, waar zat hem dat dan in? Nou, gewoon, hij is heel grappig in de kleedkamer, weet je. En dat hadden we zo, het hele team waren we heel... Zodra we niet aan het trainen waren, toen was het gewoon gezellig en lol. Maar zodra we de veld opgingen, was het serieus. Die combinatie is heel fijn, als je dat kan. Kijk, sommige clubs kunnen dat ook niet, of sommige teams kunnen dat ook niet. Dan is het ook op veel half werk en alleen maar lol maken. Maar dat konden we heel goed als team. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is als jij iets wilt bereiken als team, dat je toch wel, je moet het iets van elkaar over hebben. Ja. Wat is nou het meest bizarre dat je dat jaar hebt meegemaakt? Of waarvan je denkt, jemig, dat gewoon is gebeurd? Ja, ik denk dat het de halve finale thuis, denk ik. Tegen Tottenham natuurlijk. Dat je gewoon met 1-0 thuis uitwint en je staat met 2-0 voor met rust. Ja, en dan nog 3-1 verliezen. Dat was wel bizar, ja. Dat is ook iets wat ons nooit overkwam. We waren gewoon heel... En ik had ook niet het gevoel dat wij in de rust van... dat doen we nog wel even. Gewoon even nog 45 zijn we er. Die gevoel had ik helemaal niet. Tuurlijk waren we blij, maar het is niet dat wij de Bolognese liepen in de rust. Dus dat was iets wat ons niet overkwam. Dat was heel raar. Wat heb je in die uren na dat eindsignaal gedaan? Eerst in de kleedkamer natuurlijk. Ja, dat was wel heel stil, ja. Dan ga je het douchen omkleden. En boven een biertje doen en heel gaan naar huis. Met niemand praten ook? Jawel, je praat wel. Je praat wel met wat jongens natuurlijk. Het was wel stil, maar je praat wel. Want het is een beetje nog onwerkelijk dat het überhaupt gebeurd is. En ik denk dat ik ook even de dagen daarna toch even... De mensen me toch vooruit de familie, maar even met rust lieten volgens mij. Maar, staat wel ook gewoon... Ja, je zag wel dat het een bijzonder team was, wat er ook was ontstaan en zo. Maar jij volgt niet superveel voetbal, toch? Ik kijk niet veel voetbal. Toevallig keek ik Fortuna Ajax. Zaterdag, omdat het een mooie tijd was. Het was 4:30. Dus dan kon ik die nog even zien. Ik ben alleen thuis. Dus de familie zit in Ibiza. Dus weet je, dan... Kids laat vakantie pas. Ja, precies. Dus toen zo ging zitten. Oh, begint hij nu? Nou, heb ik die gekeken. Maar dat zou ik normaal doen. S'avonds kijk ik eigenlijk geen voetbal. Dan doe ik liever andere dingen. Zoals? Een film kijken, serie, een boekje, een podcast, iets. Nee, daar ga ik niet in een wedstrijd kijken. Je wordt dan vaak teleurgesteld, denk ik, gevoel. Ja. Wat is je favoriete podcast? Ik snap dat het na vandaag deze wordt. Maar... Ja, dat is duidelijk. Ja, en wat wordt dan je nummer 2? Wat is je nummer 2? Nou, ik luister wel graag naar die van Rossum. Ja? Eigenlijk, ja. Het is gewoon... Gewoon die dagelijkse? Ja, het is best... Want ik rij natuurlijk heel veel heen en weer. En dat is natuurlijk gewoon actuele nieuws. Dus dat is wel leuk hoe die ze dan... kunt u fantastisch vertellen. Het is natuurlijk een ontzettend slimme man. En hij heeft een duidelijke mening, daar hou ik wel van. Wat houdt jou bezig in het leven? Waar maak je zorgen over? Of wat vind je echt belangrijk voor je kinderen of voor nu? Waar de wereld eigenlijk, of waar wij eigenlijk wat meer aandacht aan zouden moeten besteden? Of minder, mag ook. Nou ja, dat we allemaal wel wat liever tegen elkaar moeten zijn, denk ik. Ik denk dat we wel voorop staan. Kijk, mijn kinderen zijn 12 en 14. Dus nu zijn de grote kinderen grotere problemen. Mijn dochter van 14 die gaat straks ook stappen aan dat soort dingen. Dat zit maar nu toch al vrij. Nu al? Ja. Maar met je kinderen wil je natuurlijk zo gewoon goed. Of je familie en vrienden. Mensen die lief hebben wil je gewoon dus zo goed en gezond zijn. Dus ik weet dat dat heel cliché is. Maar zo is het natuurlijk wel in de basis. In de wereld gebeurt zoveel verschillende dingen op dit moment. Dus ik heb wel zoiets van allemaal een beetje terug naar normaal doen en gewoon elkaar normaal behandelen. Al die haat die er is tussen van alles, ja, dat kan ik me wel mateloos aan storen. Ik heb ook en echt irriteren. Wel het gevoel dat hoe ouder ik word, hoe meer ik... Ja, ik heb het gevoel dat het steeds slechter gaat, maar ik heb het idee dat het gewoon hoort bij ouder worden dat je meer zorg gaat maken of zo. Ja, kan een oude bronpot antwoorden, ben ik misschien. Dat is misschien ook zo. Maar ja, ik denk ook dat je veel meer meekrijgt. Kijk wat nieuws of een krant of iets. Dus je krijgt natuurlijk ook wel wat meer. Twee klikjes op een knop en je hebt alle nieuws van de wereld. Ja. Dus het is natuurlijk ook werelds veel kleiner geworden. Ja, heb je daar veel met teamgenoten over? Is daar plek voor in de voetballerij om het over dat soort... dat soort dingen te hebben. Ik heb heel veel met Mikkel Doelon natuurlijk gehad. Die heeft natuurlijk in Kiev gespeeld. Ja. Dus daar heb ik heel veel over die hele kwestie in Oekraïne natuurlijk. Daar hebben we het wel veel over. Ja. Daar is dus heel zeker plaats voor. Kijk, het is niet alleen maar macho wereld. Helemaal niet. Zo zie ik het niet. Nee. Ik heb ook over persoonlijke dingen met jongens die misschien wat dichterbij staan. Maar daar hebben we wel veel over gehad, ja. Ja, want ik heb het veel met vrienden over die niet zoveel met voetbal hebben. Die zeggen dan tegen me, ja, wat een oppervlakkige wereld. En die gasten zijn toch allemaal hartstikke dom. Dat is het gedaald. Ik storm me daar heel erg aan. Ja, maar dat is het. Kijk, maar dat is een, toch een elke bedrijf heb je toch ook een paar die misschien niet
te scherp te zijn. Ja, maar in de voetbal is het niet anders. En daar zitten genoeg slimme jongens bij. En dit is niet wat je zegt, het is niet alleen maar over, auto's en kleding en dure horloges. Zo gaat het helemaal niet. We hebben het ook gewoon over, dingen wat er echt toe doet, zeg maar. Vind je de voetballerij wel een leuke wereld? Nou, niet altijd. Wanneer niet? Nou ja, weet je, voetbal is natuurlijk, het is een harde wereld. Het is natuurlijk, ja, vooral in die transferperiodes, weet je wel. Je wordt de hele tijd dat heen en weer getrokken met, spelers en geld en dit en dat. Ja, het is soms heel, het kan ook oppervlakte en, nep zijn. Maar ja, goed, dat is meer, kijk, het voetbalspelletje zelf is fantastisch. Ja. Daar hou ik van. En alles waar omheen gaat. Alle interviews die je moet geven. In de alle busjes. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die ik liever niet zou willen doen. En gewoon lekker trainen en dan gaan lekker voetballen. Maar zo werkt het niet. Die clubs moeten ook geld in de laaien. En dat hoort natuurlijk bepaalde dingen bij. En dat snap ik ook. Maar er kan wel eens dingen in de voetbalrij zijn waar ik dan minder leuk zijn dan wat ik liever niet had. En dan gewoon lekker, zoals ik zei, dat veld op en voetballen. Maar dat hoort erbij. Hier is het allemaal goed geregeld, maar zoals ik eerder had, ik ben ook in Italië gezeten. Nou, toen werd het op een gegeven moment, ja, dan krijg je salaris uitbetaald na 3 maanden, is prima. Weet je, dat waren we allemaal, dat was allemaal duidelijk. Maar ja, toen kwam corona en toen werd het wat langer. Dan zei ik, dat is prima. En dan waren 5 maanden. Ik zei, het is goed, wij kunnen er nog wel. Maar ja, op een gegeven moment ging ik nog aan de deur kloppen. Zei ik van, ja, maar we hebben ook mannen in de staf, fysio's, materiaalmannen, dat soort dingen. Ja. Die hebben ook een hypotheek en kinderen thuis. Die kunnen niet om de 5 maanden betaald worden. Dus dat moet echt nu gebeuren. Betaal hun maar, laat ons dan maar. We krijgen het wel, maar dat krijgen we ook. Maar laat dan maar even zitten. Ja, dat soort dingen, daar heb ik wel moeite mee. Daar word ik toch, daar word ik een ander lasser dan de meeste, die meesten te kennen. Dus maar ja, dat soort dingen, dat kan ik me wel erg storen. Dat vind ik wel vervelend, ja. Ja. Jij kijkt niet zoveel voetbal, zei je. Dus jij kijkt dan ook niet naar de eerste wedstrijd van Erik ten Hag bij Manchester United? Nee. Dat interesseert je dan eigenlijk niet zoveel? Nou, ik wil wel weten waar hij geworden is natuurlijk. Ja. Ik zag natuurlijk dat hij verloren had. Maar ja, goed, dat volg je wel. Maar ik ga niet Manchester United Brighton zitten kijken. Nee, ook al is Joel rechtercentrale daar. Dat doet natuurlijk fantastisch daar. Maar dat ga ik niet doen. Nee. Nee. Eriksen stond ook in de basis, hè, trouwens. Ja, en Eriksen stond in de basis. Het is superleuk. Maar ik ga het ook lezen. En je ziet natuurlijk voorbij op Instagram hoe ze hebben gedaan. Maar al die wedstrijden zitten kijken. Nee, ja. En dit is niet dat ik ze niks gewoon, of dat het zeg maar niet interesseert. Dat is het niet. Het is gewoon, ja. Ik heb wel een beetje te doen. Ja, dat klinkt ook zo stom. Eigenlijk heb je iets beters te doen. Soms lig ik ook gewoon op de bank niks te doen. maar het is, ja, ik weet het niet. Je bent het, vanaf mijn 4e heb ik alleen maar voetbal bezig. Vind ik soms gewoon lekker om even niet bezig te zijn met voetbal. Ja, op ons komt hij over als een uiteraard een hele goede trainer. Maar het is ook af en toe lastig in de omgang, Erik ten Hag. Dat we moeilijk kunnen peilen. Wat is jouw leukste of gekste herinnering aan Erik ten Hag? Nou ja, moeilijk. Ja, dat snap ik wel. Hij is wel zichzelf. En natuurlijk, we hadden natuurlijk ook in het begin, toen hij van Utrecht naar ons kwam, toen had hij heel veel meegenomen van wat hij had gedaan bij Utrecht. En dat werkte niet in het begin natuurlijk niet helemaal bij Ajax. Dat is een andere club, een grote club. Maar hij heeft het heel snel omgezet. En hij is inderdaad, wat je zegt, is een hele goede trainer, tactisch heel sterk. En communicatief werd hij ook alleen maar beter. Die regels die hij heeft, weet je wel. Zoals niet zeuren bij je zaakwaarnemer, maar bij mij. Ja, dat vind ik goed. Dat hoort ook zo. En hij is gewoon heel duidelijk in wat hij wil. En zoals ik zei, het is een bijzondere, bijzondere man. En het is gewoon een hele goede trainer. Ja, inderdaad, valse start, maar ik denk dat hij daar snel genoeg op de rails gaat krijgen. Iets waar jij ook van houdt, mode. Althans, dat zie ik altijd in elk interview terugkomen. Maar dat valt toch wel mee? Ja, dat klopt. Toch? Nou, ik vind het wel interessant, ja. Valt er maar niet mee. Nou, ik bedoel, het is toch niet dat je daarin helemaal je onderdompelt elke dag? Of? Nee, nou ja, ik vind het. Ik hou vind je het echt alles bij? Nou, wel veel, ja. Ja? Wel veel. Meer dan bij voetbal. Nee, hoe zitten wij erbij? Is dit een beetje hip? Of, ik zit er goed bij. Vrees je wel goed, hè? Goeie dunks aan ook. Ja, ik zou iets van iets anders kiezen. Maar goed, ja, dat dacht ik al. Nee, gansje. Nee, jullie zitten goed uit, jongens. Ik vind het wel interessant. Altijd wel gevonden. Maar vroeger ook, als kind al? Ja, ik was wel altijd anders. Ik was vroeger ook gewoon een en skaterboard met de jongens, skateboarden en een beetje die kant op, weet je wel. En
ja, op een gegeven moment dacht ik, het is toch niet helemaal mijn ding. En toen ben ik wat netter gaan kleden, mijn vrienden natuurlijk niet. Nou, ik ben uitgekortst van, weet je wel. Mocht de skatebaan niet meer op? Nee, echt. Nou ja, dat doe je dan nog wel. Maar ik ben altijd wel, ik doe altijd gewoon waar ik me goed bij voel. En ik volg niet altijd de nieuwste mode. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Je moet vooral doen wat je goed bij voelt. En als jij je ergens goed in voelt, moet je dat vooral doen. En niet zozeer denken aan, of kijken naar anderen, wat ze anderen doen. Mevrouw, mogen we die hond even zien? Want ik heb gehoord dat jij alle hondenrassen kent. Wat voor een is dit? Ja, dit is een kruising tussen een Duitse herren en een Labrador. Nova Scotia. Bijna goed. Dat klopt er wel, hè? Een beetje. Ja, heel goed. Ja, klasse. Dankjewel. Klasse, hoor. Ja, ik ben niet heel erg in... dat was wel een beetje een gokje, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zat in de buurt. Ja, 50-50. Ja. Ja. Want jij bent een enorme hondenliefhebber. Maar je hebt geen hond. Klopt. Dat mag niet van de vrouw. Jawel. Zij is heel van de katten, daar ben ik niet zo voor. Maar mijn hond is ook veel werk, hè. Ja, klopt. Kijk, ik ben veel weg. En zij heeft natuurlijk ook twee kinderen thuis. En dan elke dag met een hond lopen en dat soort dingen. Kijk, ik kan het... Dat rijdt helemaal rond, joh. Ja, het is druk hier. Maar het is natuurlijk wel veel verantwoordelijkheid. En als ik vaak weg ben, ja, dan moet zij elke keer met die hond en de kinderen. En ja, dus dat wordt maar een keer als ik gestopt ben. Maar ik zou heel graag honden willen. Ja. Honden, meervoud ook meteen. Ja, als je dan één uitlaat, dan kan je net twee uitlaten. We zijn bijna toe aan tijdrekken, Lasse. Dat is het lastigste onderdeel voor degene die hier in de bus gaat zitten. Dus jij bent de eerste, dus ik ben benieuwd hoe je het er vanaf gaat brengen. Ik heb nog één vraag voor je. Wat doe je over 10 jaar, denk je? Ben ik hier voor stop met voetbal, dat is duidelijk. Ik hoop dat ik over 10 jaar bezig ben met dingen die ik leuk vind, waaronder mode. En voetbalrij, dat weet ik niet, maar misschien ook wel. Ja. Want nog even over die mode toch? Hoe de Nederlanders zich over het algemeen kleden? Wat vind je daarvan? Volgende onderwerp. Dramatisch? Nee, absoluut niet. Nee, dat is niet dramatisch. Dus, kijk, ik heb een bepaalde smaak en soms denk ik van, had je beter niet kunnen doen. Maar als diegene daar zich goed bij voelt, moet hij dat ook vooral doen. Ik ben niet degene die moet zeggen van, dat ziet er niet uit. Maar als hij er goed bij voelt, moet hij dat vooral doen. Niet iedereen hoeft op mij te lijken qua kleding. En dat is dus dat absoluut niet. Nee, maar ik bedoel, deze voetballers die ik ken, die zien eigenlijk allemaal altijd wel echt goed uit. Het wordt ook een beetje ingestampt Denemarken, denk ik. Ja, echt? Ja, denk ik wel. Scandinavië hebben natuurlijk heel veel leuke merken. Je moet daar echt je best doen om er niet goed uit te zien, bedoel je? Ja, bijna wel, ja. Daarom loopt Kenneth er altijd zo goed bij. Ja, die wordt gewoon gekleed door iemand, hoor. Hè? Nee, Kenneth niet. Nee, die wordt gewoon gekleed, die kan er niks van. Oh, oké. Sorry, Kenneth. Nee, goed. Nee, ik weet niet of dat... Misschien is dat wel iets Scandinavisch. En waar de meesten die ik ken, die vinden ook eigenlijk ook allemaal interessant. Kijk, als je niks kan schelen, dan maakt het ook niet uit. Maar ik heb het altijd... Wat moeten jullie hier bij NEC bijvoorbeeld verplicht aan? Heb jij daar een beetje vinger in de pap voor wat jullie... Ja? Vorig jaar zijn wij... We hebben een kledingspon de Koef. En daar zijn we naar een Deense merk Samsung geweest. Meer dan een half jaar geleden. Om iets uit te zoeken, ja. En dan zeg jij, dit doen we en dan op de wedstrijd. Nou, ze hebben natuurlijk wel wat voorbeelden. Kijk, ik kan niet gewoon binnenlopen. Want dan komen we in een Bordeaux-rode pak als ik mag kiezen, weet je wel. Dus dat moeten we maar niet doen. Maar we hebben wel gewoon een beetje rekening gehouden. Een beetje loszittende kleding. En deze keer ook gewoon een t-shirt. Het hoeft niet altijd met een overhemd. En geen sneakers, maar loafers. Dus dat zijn er wel heel veel gezicht van, wat doe je nou? Ja. Had je maar mee moeten gaan. Dan voel jij je helemaal comfy bij en niet iedereen... Nee. Er zijn hele comfy. Van vorig jaar hadden we ook sneakers, die zaten iets minder. Deze zitten wel heel goed. Maar iedereen voelt zich oké bij lovers, zeg maar. Ja, want dan kijk je... Jasper Sillis op lovers. Die vond ze niet goed bij. Nee. Maar de meesten zijn er blij mee, hoor. En zoals je zei, je hebt ook gewoon een t-shirt. En je hebt een pantalon die een beetje wijd zit en een beetje een goed stofje. Dus ja, ik denk dat ze er wel blij mee zijn. Ik kan ook een driedelige pak doen met stropdas. Maar ik zie dat heel veel jongens niet in stropdas strikken elke keer voor een wedstrijd. Dus, dan met van die lelijke geknoopte stropdassen komen, dat is ook echt... Ja, en die hele strakke leren schoentjes, weet je wel. Dus dat kan je ook krijgen. Maar ik denk dat de meesten wel blij mee zijn. Ja. Maar het is tijd om tijd trekken, denk ik, hè? Denk het wel, hè? Ja. Tijd voor tijd trekken. Jij bent wel een beetje van zakelijk tijd trekken ook, toch? Jawel. Ja.
Jawel, tot een bepaalde hoogte. Het wordt soms een beetje overdreven, hè? En dat kan ik maar wel mateloos aan storen. Het beste voorbeeld is natuurlijk die wedstrijd van Getafe Ajax. Ja. Nou ja, weet je, zoiets, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Het vervelende last is, wij bepalen hier hoe lang de tijd gerekt wordt. Hoe interessant we het vinden, zo lang gaan we door. Nou ja, zoals ik zei, de familie zit in de pizza, dus ik... Je hebt tijd zat. Ik heb tijd zat. Nou, dan beginnen we. Lassen of lessen? Lassen. Omdat we in Nederland zijn. Ja. En het is al, wat is het, 17 jaar is het zo. Dus als je jezelf nu voorstelt, zeg je ook gewoon lassen? Ja, ja, in Denemarken zeggen ze gewoon lessen. En hier zeggen ze lassen. En ik, ja, weet je, het maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd. Ik weet wat ze bedoelen. En wie ze bedoelen. Dus ja. Dus je reageert op allebei? Ja, precies. NEC of Ajax? Allebei. Maar het is wel of-of hierbij, hè? Dat werd niet gezegd van tevoren. Je moet wel de regels duidelijk uitleggen. Je moet eigenlijk wel kiezen. Ja, dat kan ik natuurlijk niet. Iedereen weet dat ik Ajax-ie ben geworden na die fantastische jaren daar. Maar ik heb het hier ook fantastisch naar mijn zin. Dus ik vind het ook niet eerlijk tegenover wat voor club dan ook. Dus ik vind dat is een lastige vraag. Je mag een joker inzetten. Okay. Ja, vooruit. Iedereen weet hoe ik denk over de twee clubs. Dus ik vind het ook niet eerlijk als je... Als je die ene kiest of de andere, maar dus dat is een mooie, denk ik. Cillessen wordt de nummer 1 keeper op het WK. Ja, dat hoop ik. Ik was liever kikker geworden in de NFL. Nee. Misschien na de carrière. Maar dat zou nog kunnen. Ja. Kijk, je doet 5,5 minuut mee, hè, in zo'n heel seizoen. Vind ik wel heel weinig, hoor. Maar je bent wel echt een superster gewoon dan. De kikkers zijn natuurlijk niet echt. Nee, maar in de NFL is wel echt het gewoon... Het is fantastisch. Eens, het is fantastisch. Ik kijk er graag naar. Dan liever gewoon hier lekker voetballen. Ja. Nou, het was geen Getafe dit, hè? Het viel mee, het was geen Getafe, nee. Nee, was geen Getafe dit. Het viel inderdaad mee. Ja. Dat moet ook niet ons streven zijn. Nee. We moeten het wel binnen de perken houden. Ja. Ja, dat was denk, extreem, ja. We moeten nog wel even iets met die regels verzinnen, hoor. Want we hebben lasten wel. Ja, dat klopt wel. We moeten de regels ook uitleggen van tevoren eigenlijk. Dat is ook wel wat... Ook wij kunnen nog leren, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook. Heb je nog kritiek voor ons? Of een verbeterpunt, Lasse? Over tijdreken gesproken hebben jullie even... Nee, ik vond het reuze meevallen. Ik vond het gezellig. Het is ook een leuke setting. En het is meer gewoon een beetje kletsen en een beetje spontaan. Dat is wel leuk. Het hoeft niet altijd maar zo'n grote camera in je gezicht. Het zijn wel heel veel camera's, hè? Ja, maar dat zie je niet. Nee, precies. Dat valt het mee. Is toch lekker, hè? Dus dat valt wel mee. Ja, dat is wel beter, ja. Volgende keer is gewoon weer langs de rand van het veld, hoor. Mag ik weer uitleg geven? Ja, precies. Hoe hebben jullie weer gewonnen? Maar ja, dat... Ik vond het heel leuk, jongens. Oprecht. Zoals ik zei, ik vind dit soort dingen wel... Dit is toch wel iets leuker dan, zoals je zegt, langs de lijn. Ja. Of die verplichte nummertjes na een training of een persdag of dat soort dingen. Dus dat is dit wel leuk. Dankjewel, Lasse. Ja, alsjeblieft, jongens. Ik vond het gezellig. Tot de volgende. Tot de volgende. Succes. Thanks.